Ja, Rosheuvel, je zit dan de eerste helft op de bank. Maar wat gebeurt er allemaal in die eerste helft? Ja, ik denk dat we snel 1-0 achterkomen. En ze best wel slap beginnen. Ik denk niet dat het echt te maken heeft met tactiek of bespreking of de voorbereiding. Ik denk dat dat allemaal prima was. Maar ik denk dat we veel te slap beginnen. Dan kom jij erin in de tweede helft. Zie ik je een goede helft spelen, veel de bal afpakken. Mooie acties ook en een Zidane. Hoe vond je jezelf gaan? Ja, het was voor mij lekker. Eerste keer dat ik weer langere tijd speel. En ja, ik heb het van de kant gezien eerst zelf. Dus ik wist dat mij één ding te doen stond. En dat was de boel opslepen en proberen zo hard mogelijk de duels te pakken. En gelukkig is dat gelukt. Alleen helaas niet met een gelijkspel. Ja, nog even naar jou persoonlijk kijken. Je hebt een teleurstellende eerste seizoen zelf met blessureleed gehad. Ben je nu helemaal terug? Ja, ik kan wel zeggen dat ik nu helemaal terug ben. Ik ben nu alweer een tijdje bij. Nu dan ook echt weer een helft gespeeld. Dus ja, dat kan ik zeker zeggen. Die tweede helft, dan komen jullie sterk terug. Maar uiteindelijk heb je helemaal niks aan die comeback, hè? Nou ja, helemaal niks wil ik niet zeggen. Qua punten niet natuurlijk. En die hebben we wel nodig in deze fase. Maar voor het teamgevoel is het altijd beter om zo af te sluiten. Dan kan je weer meenemen naar de volgende wedstrijd. Ja, dan ga je met een goed gevoel misschien vrijdag wel naar de Westpaat, naar Jong Utrecht. Wordt dat een beetje eenzelfde type wedstrijd als hier vanavond tegen Jong Ajax? Nou ja, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Ook als je naar de ranglijst kijkt. Jong Ajax staat een stuk hoger dan Jong Utrecht. Maar ja, qua strijdbeleving zullen we toch hetzelfde als vandaag in de tweede helft moeten leveren. Anders heb je tegen iedereen moeilijk. Ja, jullie spelen nu eigenlijk drie keer op zo'n klein complex. Kun je daar ook echt het gevoel van profvoetbal wel op? Oh ja, het hoort er wel bij misschien, maar ja, kun je dat echt opvoeren? Ja, in principe kan je dat uit jezelf halen. Het is misschien wat moeilijker, onbewust. Maar uiteindelijk moet je het elke wedstrijd eruit kunnen halen. En ik denk dat de wedstrijden zijn dat je ook als team moet winnen tegen de jong ploegen. Want uiteindelijk heb je een volwaardig elftal. En ik vind dat je daar die druk toch wel bij jezelf op kan halen. Wat zijn jouw persoonlijke doelen voor die tweede seizoen zelf? Nou ja, meer minuten maken voor mezelf dan. En als team de play-offs halen en zo hoog mogelijk eindigen.